gedaan hebben en een heel leuk wedstrijd neer hebben gezet voor het publiek, maar ook zeker voor onszelf. Het ging ontzettend gelijk op. Zeker op het begin ging het gelijk op. Op een gegeven moment 17, 18 e minuut hadden we even een dipje, bleven we lang op 7 staan. Gingen we doelpunten maken, wij misten een aantal. Toen hadden we wel het moment van ja, gaan we die inzakken? In het veld. En die meiden hebben dus hier opgepakt. Echt, ik ben echt super trots op ze. Want je begint aan de tweede helft met een kleine achterstand en dan een goede flow erin. Wat het eigenlijk zo geresulteerd in de voorsprong? Volgens mij hebben we eventjes voorgestaan met 1 of 2 doelpunten. Ik heb niet helemaal te zeggen. Maar zo'n ploeg denk je sowieso niet aan de voorsprong in de wedstrijd. En super, echt heel erg tevreden. Tegen Denemarken volgende week. Misschien wordt het heel anders omdat we heel thuispubliek niet hebben.